Heeft iemand hier begrepen in de zaal wat de minister juist ging doen? Hij gaat gaan vragen aan de bankensector om toch een beetje meer solidair te zijn. Wat denkt u dat die vier grote banken in België gaat antwoorden? Meneer de minister, heeft u horen spreken van al die schandalige verhalen? Schandalige verhalen van ondernemers, zelfstandigen, actieven in de horecasector, restaurants, uitbaters die naar hun banken gaan en het ogen krijgen van ah nee, ik kan niet meer helpen. Geen uitstel meer van de kredieten. Die verhalen komen per tientallen in mijn mailbox binnen. U heeft ook het dossier gelezen in het laatste nieuws. Laat me even eens voorlezen wat Marijke ons hier vertelt. Marijke gaat naar de bank. Ze keken naar al mijn rekeningen en zagen dat er op de rekening van mijn 7-jarige zoon nog wat geld stond. Gebruik dat eerst maar. Dat is gezegd geweest in het kantoor van een Belgische bank tegen Marijke, die haar restaurant niet meer kan openhouden. Dat is gezegd geweest in de banksector. Zo zijn er duizenden verhalen waar de banken alleen maar aan het geld aan het denken zijn en helemaal niet aan de echte economie. Des histoires comme ça, monsieur le ministre, j'en ai des dizaines. Des indépendants dans le secteur de l'horeca, dans les restaurants, qui me disent Raoul, les crédits, ils ne les posposent pas. On a vu ce qui s'est passé avec le CEO de la banque Belfius. Monsieur Rézière, qui a dit « Ah, mais oui, c'est normal, profitons de cette crise pour assainir le secteur. » C'est ça que pensent toutes ces banques en réalité. Que les plus pauvres, que les plus faibles, que les plus petits puissent mourir pour que les grands rachètent tout le bazar. Heel duidelijk zijn, meneer de minister. Al die verhalen zeggen ons één ding duidelijk. De maatregelen van de regering zijn totaal onefficiënt. Waarom? Omdat het zijn de voorwaarden voor de uitstel van deze uitleningen die probleem zijn. Het zijn de voorwaarden die problematisch zijn. Ik vraag u hier, meneer de minister, om een signaal te geven, als minister, dat al die voorwaarden opgegeven moeten worden tijdens de crisis. Dat er geen voorwaarden meer gebruikt kunnen worden voor de banksector om de uitstellen van de leningen te verschappen. Kan ik u vragen, meneer de minister, om dit standpunt nu te nemen vandaag? De European Banking Authority had gezegd, er mag uitstel zijn van ondernemerskredieten, maar dat mag niet langer duren dan 9 maanden. Als we vragen moeten stellen bij die case-by-case aanpak, als blijkt dat dat niet op een menselijk, op een redelijke manier gaat gebeuren, op een solidaire manier, dan moet ik zeggen, dit is niet toelaatbaar. Dit is niet te verantwoorden. En het is die boodschap die ik gisteren ook al overgemaakt heb aan de banken, overgemaakt heb aan Fabelfin. Het blijft de verantwoordelijkheid van de banken. Laat mij daar duidelijk in zijn. Ik heb daar niets in te zeggen. Meneer de minister, wat een bla bla bla, wat een bla bla bla. Kom aan. Iedereen aan het zeggen, wow, schandalig, dat mag niet meer gebeuren en bla bla bla. En wat gaat de minister doen? Heeft iemand hier begrepen in de zaal wat de minister juist ging doen? Hij gaat gaan vragen aan de bankensector om toch een beetje meer solidair te zijn. Wat denkt u dat die vier grote banken in België gaat antwoorden? Ja, meneer de minister, we gaan dat zeker doen. Hop, en gewoon om de dagorde verder. Dat is wat er gaat gebeuren. U moet tussenkomen. U hebt gezegd, ik laat de poort open om verder case to case, case na case analyses maken. Daar gaat het op. Daar gebruiken de banken van. Om te zeggen, case per case, maar rijken naar een case. Ah, maar rijken, hoeveel is er nog op de spaarrekening van uw kindje? En hop, dat is case by case. Daar gaat het over, daar gaat het over. Dus de minister hier is aan het zeggen, het leven gaat gewoon doorgaan. En u weet het hier allemaal. Ik vraag dat de minister tussenkomt. Die voorwaarden moeten opgeheven worden. Het zijn de voorwaarden voor die kredietuitstellingen die doen dat de banken daarvan gebruik maken. Dus, meneer de minister, die voorwaarden moeten gewoon opgeheven worden. En begint niet over Europa, bla 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 bla. Economy first, tussen de grote bankensector en de zelfstandigen. De PvdA die heeft gekozen. Wij gaan voor de zelfstandigen.